Er maken zich dus best een hoop mensen zorgen over dit rode beestdier. Maar sommige natuurkenners die vinden dat die mensen zich niet zo druk moeten maken. De komst van zo'n indringer is misschien even wennen, maar vissen die leren op den duur wel hoe ze die kreeft te pakken kunnen krijgen. Er is namelijk een manier om die harde kreeft te eten. Als de vissen eenmaal doorkrijgen wanneer die kreeft te eten kan, dan wordt het probleem een heel stuk minder. Want ja, ze hebben in plaats van een vijand, hebben ze opeens een eiwitbron tot hun beschikking die ze eerst niet hadden. Ze kunnen veel harder groeien dan anders. Dus ja, het verhaal is nooit zo zwart-wit als we maar de natuur de tijd geven om er aan te kunnen passen. Hoe eten die dieren zo'n kreeften? Want ze hebben echt een super harde huid. Nou ja, die super harde huid, die schaal, dat harnas, ja, dat zit lekker stevig en je bent lekker veilig. Maar als je dan gaat groeien, ja, dan na een tijdje zit je helemaal klem in dat harnas. Maar je blijft groeien en opeens dan scheurt dat harnas open en dan kruipt hij eruit en is hij helemaal wit van kleur. En dan is hij 5 dagen lang is hij zacht. En als hij zacht is, kan hij groeien. Dus hij kan 5 dagen groeien. Maar in die 5 dagen kunnen alle dieren die hem te pakken krijgen hem zonder problemen opeten. Want het is gewoon één lekkere hapklare bonbon. Wat een enge 5 dagen voor een kreeft. Ja, en dat gebeurt wel 5 keer per jaar. We hebben nu al gezien dat niet alleen de vissen ze beginnen op te eten, maar reigers, futen. En er zijn zelfs al foto's van ijsvogeltjes die kleine rivierkreeftjes gewoon aan het vangen zijn en opeten. En wat nou als we gewoon ook andere dieren uit het buitenland naar Nederland komen? Is dat dan ook een probleem of is dat dan juist goed? Er zijn veel meer exoten in Nederland dan we denken. Er zijn hele bekende tussen als het konijn, die komt uit Spanje. De fazant, die komt uit de Caucasus. De karper, die is uit Azië deze kant op gekomen. Maar ook in de achtertuin. Tegenwoordig is het grootste deel van de naaktslakken in je achtertuin, dat zijn van die bruine naaktslakken. Ja. En nog niet zo lang geleden waren het allemaal rode naaktslakken. Dat was de rode wegslak en nu is het de Spaanse wegslak. Het grootste deel van de lieveheersbeestjes in je achtertuin, dat zijn tegenwoordig Aziatische lieveheersbeestjes. Nah. En aan al die dieren, als ze er eenmaal zitten, dan zou ik zeggen, wend er maar aan.